Bewoners Eenwijk niet blij met plannen voor voorzieningen. Nijmegen krijgt hoogste gebouw tot nu toe. Een laatste buurtsuper verdwijnt van Alverna. Op Sportpark De Ooijgaaf in de gemeente Beuningen worden in de toekomst een zwembad, een basketbalveld, een fitparcours en een pumptrackbaan gebouwd. Voorzieningen waar je als bewoner normaal gesproken blij mee bent. Maar dat is anders als je dacht dat je daar een huis had gekocht met vrij uitzicht. Zo'n 2 jaar geleden kochten Paul Cox en Marcel van der Weijden een nieuwbouwhuis in Ewijk. Met vrij uitzicht, dachten ze. Totdat ze een paar maanden later in de krant lazen dat er een zwembad voor de deur zou komen. We hebben het huis 1,5 jaar terug gekocht hier. En in een mooie landelijke omgeving. Mooi aansluitend op het landelijk gebied. En wij hoorden, denk ik 1,5 jaar later, kregen we te horen dat er een zwembad zou komen via de media. En dat hebben we ook teruggelegd bij de verkoper. Die zei van, ik wist het ook niet. Dus dat was voor ons echt een totale verrassing. Toen hebben we de gemeente ook benaderd en gevraagd van wat speelt er, wat is er, waarom wordt er niet geïnformeerd. Je zult toch enige vorm van transparantie moeten geven. En ja, na dat bericht pas, toen kwam, werden we benaderd van jongens, er is een raadsvergadering, jullie zijn weer uitgenodigd. We hebben een uitleg gehad en daar werd ook nog eens keer duidelijk vermeld van jongens, jullie worden betrokken bij de plannen. Maar ja, we worden eigenlijk niet betrokken, we worden alleen geïnformeerd. Nou heeft een van de bewoners contact met ons opgenomen omdat hij eigenlijk vindt dat er aan de voorkant dat voor hem er te weinig participatie is. Wil je daar commentaar op geven? Nou, ik deel die mening niet. Ik vind dat wij op het eerste moment dat we de mogelijkheid hebben kunnen om hun te informeren en de wensen en bedenkingen op te halen, gepakt hebben. Dat is namelijk diezelfde avond dat het stuk naar de pers en naar de raad is gegaan. Dus hoeveel eerder in het proces kun je betrokken worden? Los van meedenken over de inrichting van het sportterrein, maken de nieuwe bewoners zich zorgen over de mogelijke hangjongeren die het terrein zouden kunnen aantrekken. Ja, ik maak me in zoverre zorgen over jongeren. Ik vind het natuurlijk is heel goed dat jongeren allemaal voorzieningen krijgen binnen een bepaald gebied. Hè. Maar het gaat met name om de concentratie van activiteit, heel veel op een klein plekje. Waar ik me zorgen over maak is dat wij een woning hebben gekocht in een rustige omgeving. En ja, dat het verloren gaat. En waardoor verloren dan? Het doel volgens mij voor de mogelijke pumptrack en et cetera, ja, dat is toch voor jongeren. 50-plussers zullen daar niet vertoeven, ben ik bang voor. Ben je bekend met die zorgen? Die zorgen hebben zij ons ook kenbaar gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst. En daarbij hebben we ook afgesproken dat we integraal kijken naar een stukje veiligheid op het terrein, maar ook naar het terrein toe, zoals verkeer. Dus daar houden we rekening mee. Ik zie als oplossing voor de zorgen die we hebben, dus dat we gewoon vanuit het college of vanuit de raad een uitnodiging krijgen om deel te gaan nemen, zeg maar eventueel in een projectgroep. Waarbij we gewoon ook onze belangen gewoon heel helder kunnen neerleggen en kunnen aangeven van hoe krijgen we nou gewoon de aansluiting bij dit gebied. Dus dat het zo optimaal mogelijk wordt en dat hinder naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen wordt. Ja, we hebben de afspraak gemaakt dat als we straks de invullingen meer duidelijkheid hebben over waar het zwembad terechtkomt, dat we in ieder geval met hun samen gaan praten over de invulling van het groen. Want een van de dingen die ze zelf aangaven was geluidcumulatie voor alle voorzieningen. En we gaan daarbij ook kijken samen met hun hoe we daar, naast dat we daar onderzoek naar moeten doen, een goede invulling aan kunnen geven. Nijmegen krijgt een 120 meter hoge wolkenkrabber. De megaflat wordt de hoogste toren van de stad en komt op de plek van parkeerterrein Oude Stad in Nijmegen-West. Hij wordt dus bijna 2 keer zo hoog als de nabijgelegen Stevenskerk en wordt beeldbepalend voor de Nijmeegse skyline. Wat vind je ervan dat hier in de toekomst een wolkenkrabber komt? Oh, dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet. Waar komt hij? Hier op de parkeerplaats. Oh, nee, dat wist ik echt niet. Nee. Maar ja, prima denk ik. Op deze parkeerplek komt straks een wolkenkrabber te staan van 120 meter hoog. En we laten nu even zien hoe hoog 120 meter is. De bedoeling is dat hier straks zo'n 380 woningen komen, waarvan 81 middeldure huurwoningen, 40 appartementen van studentenhuisvester SSHN en 90 sociale huurappartementen van Portaal.
Behalve woningen krijgt de wolkenkrabber ook een parkeergarage met ruimte voor honderden auto's. Nou, ik ben het er niet mee eens, maar goed, als die lager was geworden, dan had ik iets meer mee kunnen leven. Je weet niet, als hier een grote wolkenkrabber neerzet, dus noem ik het dan 120 meter hoog moet die worden, geloof ik, wat die valwinden gaan doen. Ik woon precies aan de achterkant. Natuurlijk, alles wat in je achtertuin gezet wordt, vind je niet prettig. Maar 120 meter hoog vind ik een beetje te hoog voor Nijmegen. Nou, ik ben er heel erg voor dat er meer gebouwd wordt. Omdat er dus aardig tekorten woningen zijn. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Ik ben het minder eens met de parkeergarage die eronder komt. Omdat dat betekent dat het een aanzuigende werking heeft, zodat al het verkeer nog hier naartoe komt. Ontwikkelaar Van Wonen gaat als het goed is de boel realiseren. Er kan nog van de ontwikkelaar worden veranderd als er in de komende weken juridische procedure volgen. Hoe de wolkenkrabber er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Op 21 december maakt ontwikkelaar Van Wonen de definitieve plannen bekend. De selectie van NEC heeft deze week een bezoek gebracht aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Even een moment voor de kinderen om niet aan hun ziekte te denken en hun helden te ontmoeten. Zo was er een heuse persconferentie waar kinderen vragen mochten stellen aan de spelers. En ruimte genoeg om met de spelers op de foto te gaan en op handtekeningen in jacht te gaan. Er werd zelf nog even een potje tafelvoetbal gespeeld. Ik vind het ieder jaar echt hartstikke leuk als ik dit soort dingen mag doen, ja, als voetbal. Het is natuurlijk enorm vervelend, de reden dat kinderen hier zijn in het ziekenhuis. En als wij dan als voetballers zijn toch een klein steentje kunnen bijdragen waardoor het iets leuker is hier, dan doen we dat heel graag. Ja, en ik kan me voorstellen, het zijn ook eens een keer wat andere vragen als wat wij altijd stellen. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet welke ik leuker vind. Ik denk dat toch wel voor de kinderen ga. Het is toch iets gevarieerder en iets minder serieus. Bijvoorbeeld vragen zoals lievelingseten, dat krijg ik niet bij jullie. Maar daarom vind ik het hartstikke leuk om hier een keer te staan. Lievelingseten, ja. Nou, Soef, wat vind je lekker? Ik vind op een vrije dag sushi wel lekker. Hoeveel groepsfoto's hebben jullie gemaakt? Hoeveel? Groepsfoto's. Ja, hoeveel groepsfoto's trainen? Ik denk dat die jongens elke dag wel op de foto gaan. Vooral Jasper, die mag heel vaak op de foto. Dat is, ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom. En Lasse wordt ook heel vaak op de foto gevraagd. Die gaan heel vaak op de foto. Moeten jullie betalen voor het voetballen of worden jullie hiervoor nog betaald of zo? Ja, kuch maar even. Ja, wat was de leukste die je kreeg? Wat vond ik de leukste die ik kreeg? Ik vond de hele originele Wat is je favoriete vakantieland? Vond ik het leuk. En hoeveel wedstrijden van NEC heb je gespeeld? Dus dat zijn wel leuke vragen. Weer drukken wij ten strijd. Iedereen mag meedoen, hè? Voor rood. Ja, dat is heel goed. Godverdorie, goed is die, hè? 400 NEC-supporters welkom in Gelredome. 10.000 euro voor gouden tip na ontsnapte TBS'er. En 18 maanden cel voor meeslepen van agent door auto. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Maandagavond is het pand aan de Waalkade in Nijmegen volledig uitgebrand. De brand werd laat in de avond ontdekt, waarna de brand weer gelijk groots uitrukte. Ter plaatse bleek de brand uitslaand te zijn uit het dak. Brandweerlieden schaalden al snel op naar een zeer grote brand. De brandweer is nog lang bezig geweest met nablussen. Er zijn meerdere woningen onbewoonbaar geraakt, maar de brandweer kon uitbreiding naar nabijgelegen panden voorkomen. Er zijn maximaal 400 NEC-supporters welkom in het Gelredome tijdens het derby tegen Vitesse op 15 januari. Dat maakte de gemeente Arnhem dinsdag bekend. Afgelopen jaar waren er geen uitsupporters welkom van NEC na de rellen van oktober vorig jaar in de Goffert. Het aantal is een stuk minder dan voorgaande jaren, waar nog 800 supporters naar Arnhem afreisden. Onder de peiling van RN7 bleek dat supporters toch blij zijn dat er een aantal van hen mogen komen. Beter iets dan niets. De politie maakte dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht bekend dat er een beloning van 10.000 euro klaar ligt voor de tip die leidt tot de aanhouding van Sherwin Winster. In juni dit jaar ontsnapte de 27-jarige TBS'er uit de Pompelenkliniek in Nijmegen. Sindsdien is hij spoorloos. Eerder werd hij al op de nationale opsporingslijst gezet. Nu staat hij ook op de lijst van Europol, waarmee hij een van de meest gezochte criminelen van Europa is. In Nijmegen is op de avond van 7 december een man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van zijn eigen dochters en het maken van kinderporno. Het OM meldt dat de beelden naar het darkweb zijn geüpload, wat maakt dat de politie hem al snel kon traceren. De verdachte is ter plaatse gearresteerd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Op zijn zolder vond de politie een filmstudio en seksspeeltjes.
Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een 22-jarige Nijmegenaar 18 maanden de cel in voor het meesleuren van een agent aan zijn auto. Het voorval gebeurde begin juni in Nijmegen. De politie kreeg in het centrum lucht van een drugsdeal. Twee agenten gingen er per fiets op af en troffen de 22-jarige aan in een auto. De man weigerde ondanks meerdere verzoeken de motor uit te zetten. Een van beide agenten kon uiteindelijk de portier openen, waarop de agent zich in de auto boog om de motor af te zetten. Hierop gaf de 22-jarige gas en reed weg. De officier van justitie spreekt van poging tot zware mishandeling. De buurtsuper op Alverna moet weg. De voornaamste reden hiervoor zijn de financiën. Het was de enige buurtsuper in het dorp, dus nu moeten ze samen met de gemeente Wijchen op zoek naar een oplossing. Ja, het is natuurlijk ontzettend jammer dat de buurtsuper in een kerkdorp als Alverna weggaat. Want als je naar dit soort dorpen kijkt, zie je dat zo'n buurtsuper en de basisschool die hier zitten, dat wat doet voor de leefbaarheid in zo'n kern. En tegelijkertijd zie je het koopgedrag van inwoners hier veranderen. Dus er wordt steeds meer online gekocht. En mensen weten zo'n buurtsuper helaas steeds minder goed te vinden. En daardoor zie je de inkomsten van zo'n buurtsuper helaas teruglopen. Wat ik heb begrepen is dat de buurtsuper ergens in januari, begin januari, gaat sluiten. En dat is een bewuste keuze om dat na de kerstdagen te doen, zodat de inwoners en vooral de oudere inwoners van Alverna, dat zij tijdens de kerstdagen nog hun boodschapjes kunnen doen hier. Bij de gemeente Wijchen ligt een alternatief voor een supermarkt op Alverna, namelijk een Aldi. Maar of die er ook gaat komen is nog maar de vraag. Nou, er ligt inderdaad een voorstel op het gemeentekantoor. De ambtenaren zijn dat nu aan het beoordelen, aan het voorbereiden voor het college. En zij moeten met verschillende zaken rekening houden. En de ene kant gaat dat over de leefbaarheid waar we het net over hadden. Maar aan de andere kant gaat het ook over het aantal vierkante meter supermarkt dat er in een dorp als Alverna kan landen. Want de gemeenteraad heeft begin dit jaar gezegd van nou, in een dorp zoals Alverna is maximaal ruimte voor 500 vierkante meter. En het plan dat er nu ligt gaat over 777 vierkante meter. Dus dat is een stukje meer. En daar moeten wij als college van burgemeester en wethouders ons toe verhouden. Inwoners van Alverna kwamen met een actiegroep om een supermarkt te behouden. Of dat een Aldi of een buurtsuper is, maakt ze niet uit. Ja, ik vind het ontzettend goed dat inwoners opkomen voor hun belangen, met name als het gaat om leefbaarheid. Ik heb ook goede gesprekken met deze actiegroep, toevallig vorige week nog een goed gesprek mee gehad. Want het is ook voor mij als bestuurder belangrijk om te horen wat de voor's en de tegens zijn voor zo'n initiatief. En ja, in die zin zijn we als gemeentebestuur niet blind voor de argumenten die vanuit het dorp zelf komen. Sinterklaas is weer het land uit, dus nu is het echt sociaal geaccepteerd om de kerstboom weer op te zetten. Misschien sta je hier niet altijd bij stil dat het op de meest veilige manier gebeurt. Maar bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten ze dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Tja, dit wil je dus absoluut voorkomen tijdens de feestdagen. Gelukkig kan Anne Paulien van het team Brandveilig Leven alles vertellen rondom veiligheid tijdens kerstmis. Ja, kerstmis en veiligheid zijn dingen die misschien niet iedereen gelijk met elkaar in één adem noemt, maar die wel heel belangrijk zijn samen. Ja. Bijvoorbeeld bij het opzetten van de kerstboom. Nou weet ik, vroeger had je, wat ik gehoord heb, heel vaak kerstbomen met echte kaarsjes erin. Mensen hadden er water ernaast, die wisten dat het eigenlijk wel best kon gaan. Dat is tegenwoordig niet meer, maar zijn deze lampjes wel veilig? Ja, we hebben tegenwoordig natuurlijk de lichtsnoeren. Ja. In het algemeen zijn die natuurlijk wel veilig, maar wat we aanraden is, als je ze weer uit de verpakking haalt, kijk eens even of ze helemaal nog compleet zijn, of ze goed zijn, dat er geen kabelbreuken zitten, dat er geen beschadigingen zijn. Dat is dan de verlichting. Zijn er verder nog onderdelen van een kerstboom waar je rekening mee moet houden op het gebied van veiligheid? Ja, want jij begon over de verlichting, maar we beginnen natuurlijk voor de kerstboom zelf. Dat is ook wel belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja, want dit is een kunstboom. Is dat dan gevaarlijker dan een echte boom of juist minder? Nou, een kunstboom is het veiligste eigenlijk als kerstboom aan te schaffen. Die zijn eigenlijk altijd al brandvertragend uitgevoerd. Maar wil je nu een echte kerstboom, dan zou je eraan kunnen denken om een kerstboom met een kluit te kopen. Want met de kluit blijft die langer vers en geef hem dan ook elke dag water, zodat de naalden niet uitdrogen. En daarmee zorg je dat die minder brandgevaarlijk is. Ja, en natuurlijk allemaal soorten versiering. Ik heb nog een mooie strik meegenomen. Ja, maar voordat we die erin gaan hangen, misschien is het even goed. Weet jij zeker dat dit van het juiste materiaal is gemaakt? Dat hij niet makkelijk brandt?
Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Nee, want vaak halen we de versiering natuurlijk weer uit de doos, staat het al jaren op zolder. Ja. En weet je eigenlijk niet meer of die brandvertragend is en of je zomaar erin kunt hangen zonder gevaar. Kun je dat zelf testen? Ja, daar is een brandproef voor. Die kunnen we wel even laten zien. Wil je nou zelf testen van, is mijn versiering nu eigenlijk wel brandveilig? Dat het niet te snel ontvlamt, dat het geen roetvorming geeft. Zou je het ook zelf kunnen testen? En hoe doe je dat? Nou, dat ga ik laten zien. Het is natuurlijk wel een stuk veiliger, want we nemen de veiligheid in acht, om een stukje van je kerstversiering af te knippen. Dus geen hele grote strik in de Geen hele grote stuk, want stel dat het meteen vlam pakt, dan sta je natuurlijk met een fakkel in je hand en dat is het laatste wat je wil. Je houdt het materiaal 5 seconden in de vlam en nu zie je al dat die vlam pakt en je ziet dat er druppelvorming is, je ziet dat er rook vanaf komt. Ja, dit wil je natuurlijk niet binnen hebben. Het gaat heel snel, hè? Het gaat behoorlijk snel. Ja. Ja. En wat is nou, stel dat dit wel geschikt materiaal zou zijn geweest, wat hadden we dan gezien? Dan had je gezien dat ik, ondanks dat ik hem in de vlam hou, dat hij niet gaat branden. Mm-hmm. Of dat hij na 15 seconden alweer dooft. Stel nou, ondanks alle maatregelen, het gaat toch mis. De kerstboom die valt vlam of de gourmet die valt van tafel af. Wanneer kun je nog zelf blussen en wanneer is het verstandig om het huis uit te gaan? Ja. Wij adviseren een brand tot grootte van een voetbal, dat zou je nog prima zelf kunnen blussen. Is die echt groot of durf je het niet aan? Ga dan naar buiten en bel daar 112 en dan komen onze collega's om het te blussen. Dit was alweer het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Het laatste nieuws kun je 24 uur per dag vinden op onze website rn7.nl. Uitzendingen terugkijken kun je via ons YouTube kanaal. En maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.